En acht. De film Project Gio gaat over een feest in de zogenaamde villa van de ouders van Gio. Die gaan op vakantie en het feest dat hij houdt loopt helemaal uit de hand. Heel het huis gaat van allerlei kanten kapot, niet de buitenkant alleen maar ook de binnenkant. En ik moet in die 2 weken dat mijn ouders weg zijn ervoor zorgen dat alles weer gewoon gefixt wordt. En dat alles weer zo was zoals het was dus. En dat mijn ouders er ook gewoon niks van door hebben. Je kent Gio natuurlijk van zijn video's op YouTube. Een bioscoopfilm is toch wel iets heel anders. Ja, dus voor de eerste dag ging ik echt hier naartoe met heel veel spanning in mijn lichaam. Van, oh, dadelijk vergeet ik mijn teksten elke keer. Of stel je voor dat ik gewoon alle scènes gewoon helemaal verkeerd doe, weet je wel. Of dat ik het gewoon echt niet kan. Maar echt na de eerste 3 scènes was ik gelijk al die spanning kwijt. En voelde ik me supergoed. En toen ging ik echt gewoon elke dag met superveel zin naar de set. En geluid graag. In de film zitten ook andere bekende Nederlanders. Bijvoorbeeld acteur Nick Rozen, YouTuber Hanwee en brugklasacteur Vincent. Ja, heel erg leuk. Er zitten heel veel mensen in die ik dus al kende. Dus ik kende Gio ook, ken ik ook nu al een paar jaar of zo. Dus het is heel erg lachen dat hij nu een film maakt, dat je daar gewoon in mee mag spelen. Jij bent toch Melanie? Ook zijn zus heeft een rol. Ik ben eigenlijk een beetje de good sister, maar toch ook weer niet. Ja, ik kan er niet te veel over vertellen, maar ik ben natuurlijk zijn oudere zus en dat laat ik in de film wel veel naar voren komen, zeg maar. Wat is dit? Geen feestjes toch? Gio is niet de eerste YouTuber die een bioscoopfilm heeft gemaakt. Is dit een prank? Dylan Hagens ging hem al voor. This is me. Yeah. Ook meisje Jamila. Waarom zou je als YouTuber een film maken voor in de bioscoop? Omdat heel veel van jouw kijkers, die kijken altijd je korte video's natuurlijk. En ze vragen altijd heel vaak aan mij, van ja, kun je eens een keer iets langer je video's maken of dit en dat. En nu is het gewoon een heel verhaal, zeg maar, dat ze gewoon 1,5 uur lang naar jou kunnen gaan kijken. Maar je bent geen acteur? Nee, geen acteur. Maar toch gaat het me heel goed af. Eens kijken of zijn collega's dat ook vinden. Ik vind dat Gio het heel goed doet. Heel goed. Nee, hij doet het echt fantastisch. Hij doet het fantastisch. Ja, kijk, mensen verwachten misschien niet dat hij de beste acteur is. Maar ik vind serieus dat hij het echt goed doet. Ook als, niet alleen omdat hij naast me staat.